Welkom bij Challenge 1, studeren in eigen tempo. Mijn naam is Casper Veldhuizen, namens CACI presenteer ik onze oplossing voor de challenge in Osiris. De challenge heeft een aantal uitgangspunten en uitdagingen die we hanteren om de casus uit te werken. We gaan uit van de student Gerard. Hij start op 1 februari 2019 met de opleiding toegepaste psychologie. Gerard doet de opleiding in een half tempo, dus studeert 30 EC per jaar. Gerard volgt het reguliere examenprogramma van 2019. De eerste uitdaging die ontstaat, is eigenlijk een uitdaging die bestaat uit meerdere problemen. Gerard kan op meerdere momenten per jaar starten met zijn opleiding. En daardoor hebben we ook problemen met toetsherkansingen en met BSA. Toetsherkansingen en BSA zullen op een later moment besproken worden. Eerst richten we ons op de meerdere instroommomenten per jaar. In Osiris is dat als volgt opgelost. Een student kan in Osiris op ieder moment instromen. Er kunnen meerdere instroommomenten per jaar gedefinieerd worden. En de student wordt ingeschreven tot het eind van het studiejaar, 31-8. Dit is een eis van Duo en Studielink. Hier zie je de student Gerard Jolling. En die ziet in zijn studentomgeving de collegekaart. Hij is ingeschreven voor collegejaar 2018-2019 vanaf 1-2-2019 tot en met 31-8-2019. De tweede uitdaging is het variabele studietempo. Gerard geeft bij de start van zijn studiejaar aan welke cursussen hij gaat studeren en hoeveel EC hij in het individuele studiejaar wil behalen. Gerard mag zich alleen voor die cursussen inschrijven. In Osiris pakken we dat als volgt op. Gerard wordt in Osiris gekoppeld aan het reguliere examenprogramma. En Gerard kan via de Osiris PlanApp aangeven welke cursussen hij ieder studiejaar wil volgen en in welk tempo hij dat wil gaan studeren. Gerard kan zich in Osiris Student alleen inschrijven voor de cursussen die hij gepland heeft. Hier zien we een basisprogramma van de opleiding toegepaste psychologie met de verschillende cursussen die de student moet gaan doen. Iedere cursus die gekoppeld wordt aan dit programma moet deze cursussen volgen. In Osiris PlanApp kan Gerard zodra hij gekoppeld wordt aan het examenprogramma de planning zien en aanpassen. Je ziet hier al een standaard planning staan die gevuld wordt vanuit het examenprogramma. En Gerard kan deze planning aanpassen. Wat je hier ook goed ziet is dat Gerard pas in het tweede deel van jaar 1 start. Dus vanaf blok 3. En hij volgt daarmee het individuele studiejaar wat doorloopt tot en met blok 2 van jaar 2. Gerard kan aangeven welke cursussen en hij wil gaan volgen en in welke volgorde hij dat wil gaan doen. En hij kan dan zijn planning indienen ter goedkeuring bij de begeleider. Op een gegeven moment gaat Gerard zich inschrijven voor cursussen en cursussen behalen en dat zie je ook terug in de planning. Dus je ziet precies welke cursussen hij al behaald heeft, welke cursussen hij zich voor ingeschreven heeft en welke cursussen hij niet behaald heeft. Een goed voorbeeld van zo'n niet behaalde cursus is psychologie van het persoonlijke. In dit geval zie je dat die cursus niet behaald is en die moet herpland worden. Hij plant de cursus opnieuw in, nu een jaar verder. Maar weer in blok 4. Echter heeft het consequenties voor de rest van zijn planning. Namelijk de cursus Psychologie van het Persoonlijke is een ingangseis bij de cursus Psychologische Gespreksvoering. Hij kan die twee dus niet in hetzelfde blok volgen, want hij moet eerst de Psychologie van het Persoonlijke afronden voordat hij zich mag inschrijven voor Psychologische Gespreksvoering. Hij ziet dus alle ingangseisen direct in de planning terugkomen. Ook in Osiris Student kan hij zijn studievoortgang nauwlettend in de gaten houden. En hij kan zich daar ook inschrijven op cursussen. Je ziet hier, hij gaat zich inschrijven op een cursus door te klikken op de knop cursus. En hij kan daar dan alleen kiezen uit cursussen uit zijn vaste programma die openstaan voor cursusinschrijving. Dat zijn allerlei cursussen die opgenomen zijn in het examenprogramma die op dit moment openstaan voor inschrijving. Je ziet dat hij daar ook blokken kan selecteren.
om specifieke cursussen te zoeken. Ook kan Gerard zijn studievoortgang raadplegen in de Officieren Student app, zodat hij goed in de gaten kan houden of hij nog op dreef en op planning ligt om zijn planning te halen. En daarnaast kan de begeleider via Osiris docent begeleider ook het studieplan raadplegen en ook de studievoortgang van Gerard bekijken. Dit is de studievoortgang vanuit het studentperspectief, dus uit de studentenapp. Hij ziet daar dat hij 26 van de 60 punten behaald heeft. Hij ziet welke cursussen hij niet behaald heeft, dat wil zeggen hij heeft een onvoldoende behaald voor die cursussen. En ook ziet hij hier nog de cursussen die hij moet volgen door dat uit de V open te klappen en cursussen die hij behaald heeft. Ook de docentbegeleider kan die voortgang dus bekijken. Allereerst zien we hier dat de begeleider Huib-Jan Wielemaker kijkt naar Gerard Jolling. En hij ziet daar dat Gerard Jolling een planning ingediend heeft voor toegepaste psychologie. Deze planning heeft nog geen status, hij is nog niet beoordeeld. Daarnaast kan de begeleider ook uitgebreid studievoortgangsoverzichten bekijken. Hij ziet daar welke examenprogramma's er gekoppeld zijn en hoe de student ervoor staat. In dit geval heeft hij dus 26 punten behaald. Daarnaast kan hij voortgang per periode gebruiken om te kijken in welk collegejaar en welke periode de student achter gaat lopen op zijn planning. Als laatste overzicht nog een vervolg van het studievoortgangsoverzicht, waarbij we zien dat voor psychologie van het persoonlijke Gerard Jolling een onvoldoende gehaald heeft. Er zijn voor die cursus geen punten uitgekeerd en hij zal die opnieuw moeten doen. Het tweede deel van de eerste uitdaging, variabel instroommoment, bestaat uit het aantal toetsherkansingen en het bindend studieadvies. Ook het Osiris ondersteunt ook de controle op het aantal toetsherkansingen voor september en februari instroom. En daarnaast bieden we ook mogelijkheden aan om variabele instroommomenten te gebruiken bij het uitbrengen van het studieadvies. Voor deeltijdopleidingen kan het advies zelfs na 1, 2 of 3 jaar uitgebracht worden. Hier zien we een voorbeeld van een cursus waar hij eerder al een onvoldoende voor behaald heeft. Hij gaat zich daar nu op inschrijven. Hij overschrijdt daarmee de maximum aantal herkansingen. En er wordt daarbij ook rekening mee gehouden dat deze student in februari begonnen is. De BSA richten we in Osiris zelf. Dit is de back-office van Osiris en we richten hier een deeltijd februari instroom tussentijds advies in. Dat zien we linksbovenin. We hebben een positief en een negatief advies. En het negatieve advies wordt vanaf 0 punten toegekend en het positief advies pas vanaf 24 punten. We zien dat de punten geteld worden op basis van cursussen die in het examenprogramma staan. En cursussen die behaald zijn tussen 1-2-2019 en 31-1-2020. Na uitbrengen van het advies zal de student dat ook zien in Osiris Student. Onder het kopje voortgang ziet hij nu dat er een tussentijds advies met een positief karakter uitgegeven is. Daarnaast kan hij meer informatie krijgen over dat advies. Daarin zouden we dus op kunnen nemen wat dat voor een invloed heeft op het vervolg van zijn opleiding. Uitdaging 3 is de curriculum doorontwikkeling. De instelling stelt ieder jaar het curriculum bij en pleegt iedere 5 jaar een groot onderhoud. En hoe zorg je ervoor dat Gerard het actuele curriculum blijft zien? In Osiris is dat als volgt opgelost. In Osiris wordt per collegejaar curriculum ontwikkeld en ieder collegejaar kan je weer wijzigingen aanbrengen aan het curriculum. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het beoordelingsformulier, wat in jaar 1 een textuele beoordeling bevat en in jaar 2 een daadwerkelijke scoreberekening. En wijzigingen aan het curriculum kunnen in het examenprogramma vastgelegd worden via vervangingsregels. Ook kan aan een student individuele regelingen toegepast worden, zodat de vervangingsregel alleen voor deze student geldt. En de student ziet hierbij altijd het meest actuele curriculum en dat zal ook opgenomen worden in zijn planning.
in Osiris docent. Zien we bijvoorbeeld als we in 2018 een cursus gaan beoordelen via het beoordelingsformulier, dat we nog het ouderwetse beoordelingsformulier krijgen waar we textuele beoordelingen in kwijt kunnen. En in 2019 zien we een beoordelingsformulier waarbij we werken met een beoordelingsschaal van slecht tot en met uitstekend. Dit is voor dezelfde cursus, alleen een nieuwe variant van de cursus. In Osiris Basis kunnen we ook dus vervangingen van het curriculum registreren. Zo zie je hier bijvoorbeeld dat de cursus SPSS in 2018 en 2019 gegeven werd. En in 2020 vervangen is door RStudio. Via vervangingsregels kunnen we dan aangeven dat de cursus SPSS vervangen wordt door RStudio voor dit examenprogramma. En dat wordt ook direct zichtbaar in de PlanApp. We zien linksboven de volgende verplichte cursussen ontbreken nog. Dat is de RStudio cursus. Die zien we aan de rechterkant ook in het rijtje staan met nog niet geplande cursussen. En in het midden onderin zien we dat de cursus SPSS gepland was, maar dat die nu niet meer aangeboden wordt in collegejaar 2020 en dat het dus vervangen moet worden. Dit was de presentatie Surf Challenge Studeren in eigen tempo.